Hij is zo super mooi. Wil op een pootje? Pootje? Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, het is 11 minuten over 12, mijn horloge. Dus ja, ik zou zeggen nogmaals een hele goede middag. Wij hebben ook weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. En welkom, ja. Nou, wat er vandaag te gebeuren staat, ik ga zo even met de hondjes uit. En ik moet zorgen dat ik nog even een broodje kan eten en een bak koffie kan drinken. En ik moet naar een dokter toe voor mijn longtest. Ja, moet je weer van alles doen en je moet je bewegen. Nou, ik heb gisteren, oftewel vannacht, vanochtend vroeg, op de weegschaal gestaan. Nou, hij heeft toch gegeten en alles. Dus ja, in mijn pyjama stond ik erop, was ik 61,5. Ik stond mijn pyjama, nee 61, wou dat waar was. 69,5 en zonder pyjama enkel in slipje was ik 69. Dus dat was mijn halve kilo die kleding. Ja, nou ja, oké, kleding weegt net zo goed. Ja, moet je ook mee dragen. Dus, nou ja, dan ben ik in voor naar het laarzen en alles. En ik mag met laarzen en alles op die weegschaal staan. Dat vind ik ook zo, ja, niet fris. Maar ja, wie ben ik? Ja, iedereen schijnt dat te mogen. Anders moet ze blijven poetsen. En om dat te voorkomen, dan hoeft dat niet. Maar in ieder geval, ik zeg maar wel 70 wezen of zoiets, 71, weet je. Je hebt nou zwaardere kleding aan, dus. Maar ja, ik ben er wel blij mee wat ik vannacht zag. En dat terwijl je toch ook gegeten, gedronken, etcetera hebt en je snackie, weet je. Maar ik ben er blij mee, ja zeker. En ik ben ook heel blij met die wat er op tafel staat. Hij is zo mooi. Ja. Ja. En ga eens op de weg, meisje. Die moet nog uitkomen. Die is er. Die is groot hoor. En die is, ja, nee, die is ietsje kleiner, of ja, gebogen, weet ik veel. Die is weer heel groot. En die is ook heel groot. Hij is zo super mooi. Ja. En die is gek. Ja, die is gek. Ja, die is gek, hè. Ja, die is gek. Dus ja, lieve vrienden, dat zien jullie maar weer. Hé, ja nou. En ik moet de tuin schoonmaken, want de dame in kwestie die hiervoor zit, die heeft overal lopen te poepen. Maar dat komt wel als ik terug ben, als het tenminste nog niet regent, dan zouden we regen krijgen. Ja, dat vind ik niet leuk. Nee. Maar oké, lieve vrienden. Alle... Zonder gekheid, hoe zeg je dat? Nou ja, laat me zitten, ik weet het niet meer. Klaar! Zit ik verdoor? Klaar! Ik op de scheidingslijn tussen, ja. Tussen twee maffe honden. Zo, dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ja, ik moet ook doen, ja. Of ik nou wil of niet, ik moet. Ja, ik ben mezelf beloofd. Van geniet, meid, want dan krijg je ook geen spijt. Nee. Ja toch? Dus zeggen, gewoon genieten gaan, komt alles goed. Ja. En mondkapjes, niet doen hoor. Sta op, word wakker. Ja, gewoon wakker worden. En die je eigen dingen doen. Vandaag, tenminste, dat heb ik gehoord, mogen er weer meer mensen in de winkels. Dus ja, gewoon gaan met die banaan. Ja, kom op. En niet dat voor je mond, want dan word je ook maar ziek van. Ja.
Dus niet doen, ik ga er vandoor. Ik ga met mijn meisjes lopen. Dus zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, dan maar even weer in mijn handen nemen. Want ik ga mijn eigen klaarmaken om naar tante dokter toe te gaan. Want die is een vrouw. Ja, tante dokter. En nou, ik hoop dat alles goed gaat. Ja, simpel. Voel me ook wat dat aan gaat goed. Ja, moet kunnen. Karen, die heb ik nog aan de telefoon hangen. Hangen nog wel, ook dat nog. Maar ja, maakt niet uit. Maar ik ga er in ieder geval vandoor. En ik zou zeggen, we zien elkaar straks wel weer, hoor. Ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Tot dan. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, het regent nou, maar ik heb even goed ook de tuin even opgeruimd. Ja, wat hun grote behoefte in de tuin achterlaten, moet je toch wel een keertje even opruimen, hè? Ja. Maar ik heb ook boodschappen gedaan en ik ben dus bij tante dokter geweest en alles was goed. Ja, ik ben blij. Ja, alles is goed. Dus, maar ik heb ook boodschappen gedaan. Ja, thuis hoor. Enkel, ja, nooit geweten dat van wijn je suikergehalte naar hoog kan schieten. Nooit geweten. Ja, nou ja, hallo, ik wil ook leven, weet je. Ik rook al niet, mag ik dan wat anders? En ik word niet dronken, nee. Drink maar twee wijntjes op een avond. Aan het begin van de avond met mijn eten, heb ik een koffie bij. Ah, en dan halverwege de avond pak ik weer een wijntje en dan doe ik mee totdat ik naar bed toe ga. Halverwege het wijntje gelijk de honden uit. Ja, en dan kom ik weer terug en dan ben je koud en dan wil je even warm worden. Nou, dan neem je nog een half glaasje wijn en ik dan nog daar. Nou, dat mag ik dan toch hebben. Of niet dan? Ja, in dood gaan we toch allemaal. Nou, heb ik een bakje koffie. Ook dat is lekker. Ja, en ik moet om 6:30 voor die computer zitten en dan moet ik klaar wezen met alle andere dingen die ik eigenlijk nog te doen heb. Ik heb daar ook die afwas nog steeds staan, maar het hangt me niet tot rug. Nee. Want ik heb al rugpijn. Ja. Oh, van tjouwen. Want dat weegt niet niks. En bij de bank staan twee blauwe dingen. Dat is kattengret. En dat zijn twee zakken van 10 liter. Geloof ik, ja, 10 liter. Nou, dat is voor mij ook behoorlijk zwaar, hè? Ja, dat, en dan deze tas. Nou, daar zit ook sowieso uiteraard een fles wijn bij. Twee dozen natvoer voor kandaf. Ja, en ja, wat nog meer? Jeetje. Nou ja, dit. En dat, eindelijk heb ik het paneermeel, dus ik kan weer eens een keer lekker spinazie klaarmaken zoals ik dat wil. Ja. Nou ja, het is bijna Pasen, dus wat wil je nog meer? Eitjes. Ja. En nog een zakje. Met eitjes. En ik heb ook gezegd, mijn enige zoetigheid wat ik eet, ik zeg dus 1 à 2 keer in de week. Een Bounty. Dat ook kunnen. Ik moest gewoon doorgaan met wat ik deed, want ik was goed bezig, zei ze. Nou, toppie. Allemaal duimpjes omhoog. Allemaal duimpjes omhoog, hè. Denk erom, duimpjes omhoog zetten. Ja. Nou, daar heb ik een heel leuk, waar heb ik dat? Ik heb het denken. Want ik heb een hele mooie. Dus even denken. Ik geloof dat die in de vitrinekast staat, maar dat weet ik niet zeker. Even koekeloeren. Even koekeloeren hier, koekeloeren daar. Ja, 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 zeg het maar. Waar hebben we dat? Ja, zie je wel. Het staat hierover. Ja. En die kaart ben ik vergeten op te ruimen. Nou, lekker belangrijk. Zo belangrijk is dat niet. Die moet ik hebben, want dat is echt kristal. Ja. Ik moet het hier ook eens kunnen schoonmaken. Dat is nog een vrouw door een kat. Gaat dat daar niet liggen? Nou ja, en dat is. Zo. Ja.
Ja, die is echt kristal. Een bonbonnière. Ik heb er nog wel een, maar dat is gewoon normaal glas. Die is ook wel mooi hoor, daar niet van, maar ik wil gewoon. Als ik die mooie hebben. Schaartje. Nee, dat mogen jullie niet hebben. Nee, daar zijn jullie mij een beetje te dierbaar voor. Om dat te geven. Jullie moeten nog langer mee dat vandaag alleen. Ja. Echt wel. Nou ja, waarom wil dat nou niet open? Nee, dit krijgen jullie niet. Ik heb wel wat anders voor jullie. Ja, ik heb wel wat anders. Moet je wat anders? Moeten jullie wat lekkers? Gaan we hierin? Gaan we hierin? Ja, maar die is gewoon, dat is van vrouwtje. Heroin, hè? Heroin, hè? Moeten jullie die? Moeten jullie die? Kijk eens hoe een opening is. Die is hier aan deze kant. Dat doen we allemaal niet. Oh. Oh, wegwezen. Alsjeblieft. Lekker, hè? Is dat even lekker, meisjes? Is dat even lekker? Ja, moela, je hebt niet iets aan het doen. Ja, zullen ze wel willen. Zo, nou, die kan ik gewoon hier neerzetten. En dan neem ik de deksel ook als een plateautje, als schaaltje. Kunnen we dat ook nog even door? Dan heb ik twee schaaltjes. Zo. Nou. Eén schaaltje. En twee schaaltjes. Ja toch? Is toch gezellig? Ja. Vind ik wel. Maar ik vind het wel een schreeuwend duur. Echt. Echt duur allemaal. Jeetje, Nina. Ik zag ook een zak, dit valt dan nog mee, maar ik zag ook een zak met eitjes. En had het allemaal dezelfde kleur jasje om, dat papiertje. Nou, soort 4 euro. Nou, doe even normaal, denk ik dan. Jeetje, Nina. Maar ik geef 4 euro voor over, hoor. Echt niks. Nou, even dit weggooien. Ja. Zo. Nou ja, iedereen bakt ook vlees of bakt een eitje of wat dan ook. Daar heb je toch iets voor nodig om mee te bakken. Dus ik heb er weer een fles erbij gehaald. Nou, eindelijk paneermeel weer. Ik heb broodjes. Dit bedoel ik dus voor Kandalf. Nou, hij heeft net vis gehad, dus krijgt hij nou wat anders. Dit is vis en vlees. Een andere, ja, ik kon er twee soorten vinden momenteel. Nou ja, dan maar twee soorten mee. Zo. En zo. En dan gaat deze in het kastje boven de gootsteen en die gaat er ginds. Ja. Voilà. Zo. Ook weer gedaan. En dan gaat die en dat gaat weg. Voilà. Zet ik die hier neer. Kastje open. Dan gaan we staan. Ja, die is weer af. Die moet daar weer naartoe. Dat is voor Jan van Dam. Zo. En dat daar weer naartoe. Nou, en ik heb ook nog, want ik heb dat andere pakket nog in de koelkast leggen. Dat is
groene curry. En dan rijst erbij. Nu gekocht, maar ik heb builtjes rijst. Dit zijn builtjes. Ik kan geen normale rijst koken. Dat mislukt bij mij ten alle tijden. Nou, dat is niet leuk. Nee. Echt niet leuk. Ja, de paneermeel er een pot voor. Deze. Die weer even terug. Ja. En daar hebben we een pot voor. Zo. Nou ja, ik moet het wel open kunnen krijgen. Oh, zo, ja. Oké, nou. En dan moet ik het er zo uit kunnen strooien. Nou, dat duurt me te lang hoor. Ja, nieuwsgierig, Agie. Dat scheuren we er even af. Zo, ik ben dood die week. Naar Rijker toe. Of pak jij het op? Ga jij het op verscheuren? Mag hoor. Ja. En Robin begint er ook om mee, wat leuk. Ze ziet het ook van Rijker. Geweldig. Geweldig. Zo. Nee, je hebt het in je mond gedaan en je komt weer kijken. Ja, wat jij wilt hoor. Ja, wat jij wilt meisje. Hé, hey, wat jij wilt. Dat moet in de vriezer, dat moet in de koelkast. Ik heb mijn groentela even nodig. Ik ga eerst brood wegleggen. Ja. Zo. Zo. Ja, dan kan die weer dicht. En dan kan die weer open. En dan kan die daarin. En dan moet die weer. Zo, ja, echt waar. Dat is eigenlijk een groentebak. Ja, nou, dat doe ik mijn vleeswagen altijd in. Ja, omdat ik een voorraadje koop. Ik heb één ham nog over. Nou, dat gaan we even zien. Ik heb 1, 2, 3, 4 leverkaas. En die leg ik altijd om en om. Ja, nou het is niet nat, dus ik ga daar even op. Dan heb ik, ja, 1, 2, 3, ook 4 verschillende soorten kaas. Jong belegen. Gewoon deze. Ja, het is 48 plus allemaal. Extra belegen. En belegen. Dus ja, om niet iedere keer dezelfde smaak. Begrijpen jullie? Ja, hè? Ja, dan denk ik wel. Oh, dat gaat goed. Dan zet ik hem zo neer. Dan heb ik 4 salami. En ja, nu heb ik het dus. Ik doe het gewoon op het kopje. Hier 4 ham, maar met die oude mee 5. Nou, wat doen we dan? Dan leg ik die ham even daar. Wat gaan we doen? Mag niet. Doe ik ook om en om. De oude boven. Die nieuwe eronder. Nieuwe eronder. Nieuwe ham eronder. Nieuwe salami eronder. Nieuwe ham eronder. Nieuwe salami eronder. Nieuwe ham eronder. Ja. Dan moet ik bukken.
Zo. Want ik heb mijn bak niet zo staan zoals het behoort. Maar die staat zo op de grond. Nou, dan is het gewoon opstapelen. Ja. Nou, dan vind ik dat we zo doen. Dan is het de leverkaas zet ik er dan weer naast. Ja, nou, dan heb ik nog een blikje. Die zet ik hier voor. En een rookworst, halve rookworst, die gaat er gewoon eroverheen. Nog een heel klein beetje mayo in een tube. Nou, voilà, die doet je wat, zeker niks. Nou is die weer gevuld. Ja, dus die gaat weer lekker terug in de koelkast. Voilà. Zo, jij moet er nog in. Ja, dat is geen die ik gebruik heb. Zo. Willen de dames ook nog wat lekkers? Hallo, willen jullie nog een blokje schapenvet? Hallo. Moeten jullie schapenvet? Is het lekker? Ik weet dat het niet waar ik dat het mijn opa had, maar hij is nog niet eens iets over. Oh, kijk. Dat is gewoon schapenvet. Dat vinden ze lekker. Dat is ook goed voor een pak. Ja. Yeah. Echt waar. Zo. Gaan we dan even zitten? En blijf zitten. Blijf zitten. Ja, jullie moeten even omhoog, hè. Dat gaat zo even. Nee, we wachten nog even. Onze vrienden mogen je dat wel zien, hoor. Hey. Of mag dat van jullie niet? Even wachten, want het wil allemaal niet. Waarom wil het niet? Weet ik ook niet. Oh. Zo, hè. Nee, blijf zitten. Zitten. Wil ik een pootje? 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 Dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Is dat lekker? Ja, hè. Wat een dikkie, hè. Zo lekker. Och, je dikke doosje. Hé, ja. Ja, mijn hoopjes. Ik ben gek, mensen. En wie er aan hun komt, ja, die komt aan mij. Zo simpel als wat. Ja, toch? Ja, zo is dat. Nou, dan zal ik mijn tang verbruimen. En mijn handen wassen. En dan, eerst de troep verbranden, dat is vet. En daarna handen wassen. En dat ga ik voor mezelf zorgen. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Ik zie jullie straks alweer. Ja, gewoon tot straks. Doei!